De regering werkt eraan om vanaf 1 januari 2017 alle subsidies van de EBS en de SWM te hebben afgebouwd. Dat zei NH-minister Giulio Dotsen gisteren in DNA. Hij beantwoordde vragen over zijn ministerie bij de voortzetting van de behandeling van de supplementaire begroting. De bewindsman zegt verder dat de gesprekken over de tariefsaanpassingen van de EBS nog gaande zijn. De betalingen die verricht moeten worden aan de Suralco en staatsolie ten aanzien van de stroominkoop, is het zo dat dat bedrag ook is opgenomen daarin, omdat dat eigenlijk het gedeelte is dat gesubsidieerd wordt door de overheid. De stroominkoop van de Suralco en vanuit staatsolie. En er moet natuurlijk een, voor wat betreft het gedeelte van de Suralco, is het een en ander over te zeggen, meneer de voorzitter. We hebben in 1999 natuurlijk een overeenkomst mee. En het is een overeenkomst gebaseerd op een thermisch tarief, een hydrotarief en een management fee dat betaald moest worden aan de Suralco. Ondertussen, het was goed voor zijn tijd waarschijnlijk, maar ondertussen merken we dat het uit de tijd is. En natuurlijk hebben we ook dat bespreekbaar gemaakt. En dat zal ook mee worden genomen bij de onderhandelingen die spoedig van start zullen gaan wederom met de Suralco. De betaling van brandstof ten behoeve van de generatoren in het binnenland zit niet in het bedrag, meneer de voorzitter, maar is opgenomen in beleidsmaatregel met de code 612 en 614. De minister zegt dat er 20 miljoen SRD op de begroting voor de Surinaamse waterleidingmaatschappij staat. Er is ook nog een subsidietraject uitgestippeld, geeft hij aan. Maar wij willen dus in termen van subsidie de 17 miljoen daarvoor allokeren en 3,6 miljoen voor het opzetten van het drinkwaterproductiecentrum te komen wijnen, zoals we hebben beloofd. Zoals we de kick-off hebben gegeven. Voor zij die naar Komowijnen gaan, die zien dat er gewerkt wordt. We hebben ook een plan opgezet om de hele kustvlakte over te dragen aan de SWM. Omdat ook de dienst watervoorziening te kampen heeft met ernstige problemen voor wat betreft de precaire financiële situatie. En wij genoodzaakt zijn om naar een parastataal te kijken die ook bereid is om het een en ander op zich te nemen, op zijn schouders te dragen. We zijn begonnen in Komowijnen en Saramaka met een rigoureus plan voor het bereikbaar maken van water. Thans is het zo hard gegaan dat we bijna door onze voorraad buizen zijn. We hebben het over 12 duimbuizen, meneer de voorzitter, over 8 duimbuizen, 6 duimbuizen. Ik heb onlangs ook een informeel gesprek gehad met een Surinaamse ondernemer die bereid is om dat stukje productie ook op gang te brengen voor het spin-off effect. Dat is ook, meneer de voorzitter, gevraagd door uw college om het Surinaams ondernemerschap bij te betrekken in de levering van buizen. En conform dat verzoek hebben wij ook, en natuurlijk de beleidsinzichten van het ministerie, hebben we dat ook meegenomen. Minister Giulio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij beantwoordde vragen in DNA bij de voortzetting van de behandeling van de supplementaire begroting.